Hallo iedereen en van harte welkom opnieuw. Allereerst zou ik een aantal mensen willen bedanken voor de positieve reacties die ik heb mogen krijgen op het feit dat ik deze filmpjes maak en deel. Het wordt door mij zeker geapprecieerd, dus ik blijf volharden en ik blijf filmpjes maken, zeker. Vandaag, voordat we beginnen te mediteren, zou ik het even graag hebben over een aspect van meditatie, namelijk het omgaan met innerlijke stemmen. Het omgaan met die stemmetjes in je hoofd die zeggen hoe je moet reageren of wat je moet doen, of vooral wat je niet moet doen en hoe je niet moet reageren. Die stemmetjes die zorgen ervoor dat we ook ons soms blij voelen of boos, dat we ook vooral op de laatste maand bang en angstig. Nu, hoe komt dat? Hoe komt dat die stemmen, dat die ons zo controleren? Of hoe komt het dat het mogelijk is dat ze zo ons controleren en dat we daar zoveel rekening mee houden? Wel, het is vrij simpel. We worden beïnvloed. Hè. We worden extern heel vaak beïnvloed door eigen ervaringen, door gebeurtenissen, maar ook door mensen, zeker door familie en vrienden. En laat ons niet vergeten, sociale media beïnvloedt ons en ook de actualiteit, het nieuws. En zeker niet te vergeten, de maatschappij. De maatschappij zegt ons ook heel vaak hoe we moeten zijn en leven. Maar wie ben ik? Hoe wil ik echt door het leven gaan? Wil ik leven zoals ik verondersteld word om te zijn en te leven? Of is het toch net iets anders? Wel, om daar een beter zicht op te krijgen en om beter te kunnen omgaan met die innerlijke stemmen, kan je mediteren. En meditatie zorgt ervoor dat je sterker wordt, dat je innerlijk sterker wordt. En in plaats van die innerlijke stemmen jou te controleren, ga jij die stemmetjes controleren in je hoofd. En je gaat ook ze kunnen filteren. Je gaat kunnen uitmaken van, is dit wel een juiste gedachte? Of is dit wel een juist stemmetje in mijn hoofd? Of is het niet het stemmetje van mijn vader, of van mijn moeder, of van mijn broer, of van mijn zus, of van mijn beste vriend? Of van de maatschappij? Dus meditatie zorgt ervoor dat je een sterkere innerlijke sterkte voelt. Plus ga je je bewustzijn, je mentale toestand, de kans geven om tijdens meditatie tot rust te komen. Ik heb het al een paar keer gezegd, wanneer je tot rust komt, gaan je gedachten zakken, ga je klaardere kijk krijgen en ga je ook kunnen selecteren welk innerlijk stemmetje spreekt hier of is er mij hier werkelijk aan het helpen, of welk innerlijke stemmetje zorgt enkel voor angst en onzekerheid, misschien ook boosheid of andere negatieve gevoelens. Ik wens jullie veel succes. Ik ben ook nog altijd aan het oefenen om te gaan met die innerlijke stemmetjes. Maar meditatie helpt voor mij zeker. Dus ik stel voor dat we er aan beginnen. Wanneer je er klaar voor bent, mag je allereerst je zitpositie nog aanpassen indien dat nodig is. En je mag gerust je ogen sluiten. Raad je oogleden heel zachtjes toevallen, alsof je in slaap zou vallen. Sommige mensen knijpen hun ogen eventjes dicht om ze dan terug te ontspannen. Zo voel je heel goed het verschil tussen gespannen en ontspannen.
Wanneer je ogen lichtjes opengaan, is dat niet erg. Je hoeft ze niet helemaal gesloten te hebben. Voel hoe je ogen zich ontspannen en ook de spieren rondom je ogen. Voel hoe elke spier van je aangezicht zich ontspant. Je voorhoofd, je kaken, de spieren rondom je mond en je kin. Voel ook hoe de spieren van je topje van je hoofd zich ontspannen. Je achterhoofd, je nek. Je schouders. Je armen. Je handen, je vingers en de topjes van je vingers. Ga met je aandacht eventjes terug naar je borststreek en je rug. En ga langzaam naar beneden via je rug, naar je heupen en je benen, je knieën en je hielen. Je voeten, je tenen en de topjes van je tenen. Voel hoe elk spiertje van je lichaam zich ontspant. En je lichaam wordt als het ware onbelangrijk tijdens de meditatie. Dus schenk geen aandacht meer aan je lichaam, maar laat het los. Misschien voel je in je lichaam al een gevoel van leegte, een open ruimte in je lichaam. Je lichaam is dan ook heel ontspannen. Je kan al eens diep in en uit ademen. Je ademt in langs je neus. Je ademt uit langs je mond. Doe dit gerust een aantal keer en voel hoe positiviteit en nieuwe verfrissende energie jouw lichaam binnenkomt. Voel ook hoe oude energie, oude gedachten of gevoelens jouw lichaam verlaten. Nieuwe energie komt erin en zorgen of gedachten verlaten je lijf. Misschien voel je al het keerpunt van je adem, de plaats
plaats in het midden van je buik, waar je adem zich keert. Dit plaatsje in het centrum van jouw lichaam is een heel belangrijke plaats. Je hoeft niks te voelen of te forceren. Geniet gewoon van deze tijd voor jezelf. Stel je jezelf ook even voor dat je in een ruimte bent. Een ruimte zonder muren of zonder plafond. Een open ruimte, eindeloos ver. Achter je, voor je, opzij van je. Jij zit dan ook in het centrum van deze open ruimte. Je kan je jezelf ook voorstellen in de natuur, in een open veld of op het strand. Of op het topje van een berg, genietend van een zonnestraal of een briesje. Je bent alleen, maar je voelt je niet eenzaam. Niks of niemand die je stoort. Je maakt je ook geen zorgen over morgen of over gisteren. Je laat het verleden en de toekomst los. Je bevindt je enkel in het hier en het nu. Helemaal met jezelf. Op dit moment is jouw lichaam en jouw bewustzijn tot rust gekomen. Je hoeft ook niks te presteren. Wees niet te streng voor jezelf en forceer niks. Begin niet te overdenken of te analyseren. Op dit moment ben je gewoon ontspannen. Adem dan nog een paar keer in en uit. En voel hoe je aandacht in plaats van op je adem is gericht, probeer die laten stil te staan in het midden van jouw lichaam. Je stopt en je bent stil in het centrum van je lijf. Vredevol en ontspannen. Voel als het ware de positiviteit in die lege middenruimte, in het midden van je buik.
gevoel van leegte en rust. Van licht. Voelt als het ware dat jouw lichaam één wordt met je omgeving. Net alsof jouw lichaam wat transparant zou worden, waardoor die positiviteit zelfs jouw lichaam kan verlaten. Indien je toch een gedachte zou hebben die je afleidt, dan observeer je die, laat je die binnenkomen, maar je begint er niet op in te spelen. Je observeert die gedachte en laat die gedachte opnieuw los en je komt met je aandacht opnieuw in het centrum van jouw lichaam. Alsof dat je loskomt van die gedachten, zonder te forceren of je los te trekken. Je laat alles vanzelf verlopen. Maak je niet druk omwille van een gedachte die passeert. Ontspan je bewustzijn en laat het connecteren met het midden van jouw lichaam. Vanzelf, zonder iets te moeten doen. Je kan je ook een voorwerp visualiseren. Een soort van sfeer. Die zich voor je bevindt, of misschien zelfs al in jouw lichaam. Een sfeer zoals een volle maan of een zon, een zeepbel of een kristallenbol. Wanneer die sfeer zich voor jou bevindt, kan je die binnenlaten. Via je hoofd en je laat die langzaam zakken. Via je borststreek naar het midden van je buik. Net zoals jouw bewustzijn voelt deze heldere sfeer zich op zijn gemak in het midden van jouw lichaam. Je hoeft deze sfeer helemaal niet te zien of te visualiseren. Indien je aandacht in je centrum is, volstaat het in principe ook. Een laatste techniek die je kan gebruiken om je aandacht naar het centrum van jouw lichaam te brengen, is het gebruik maken van een mantra. Twee of meerdere woorden, neutraal en positief. Je kan de woorden helder of licht gebruiken. Maar een mooie mantra uit het Pali, een oude
mantra Samaraham. De juiste manier om het bewustzijn te zuiveren betekent in deze woorden. Je hoeft deze woorden niet luidop te reciteren. Maar je voelt als het ware de vibraties vanuit het midden van jouw lichaam. Voel je die als concentrische cirkels zich verspreiden over de rest van je lijf. Durf gerust, wanneer je thuis alleen mediteert, te experimenteren met de technieken, met de ademhaling, de visualisatie of de mantra. Ze kunnen je helpen om je aandacht naar je centrum te brengen, je bewustzijn. Voelt zich daar op zijn gemak. Het is als het ware een thuis voor je bewustzijn. Een plaats waar het zich veilig voelt en niet wordt beïnvloed. Een plaats waar het rustig zijn tijd kan nemen om zichzelf te zuiveren. Zodat je na je meditatie een klare kijk hebt op de dingen en de mensen rondom jou. Voel hoe in het midden van jouw lichaam er een sterke energie aanwezig is. Een energie van positiviteit. Dit is dan ook een mooi moment om jouw energie uit te dragen. Stuur gerust wat positiviteit, wat vriendelijkheid naar de mensen rondom jou. Mensen die je niet kent, mensen die je wel kent, iedereen verdient een stukje van die positiviteit, van die vriendelijkheid. Iedereen verdient een leven zonder zorgen. Een leven met een klare kijk.
Geniet gerust nog even van dit moment. Indien je het centrum van jouw lichaam voelt, kan je ook na de meditatie, gedurende de dag, eens terugkomen naar deze veilige plaats binnenin jezelf. Misschien krijg je dan zelfs een goed gevoel, een gevoel van gelukzaligheid of tevredenheid. Gun jezelf maar dit moment, ook gedurende de dag, al is het maar een minuutje. We komen geleidelijk aan het einde van onze meditatie. Word je gerust opnieuw bewust van de spullen rondom jou, de muren, het plafond, de geluiden. Word je terug bewust van jouw ledematen en je romp, van heel je lichaam. Hou nog even het mooie gevoel bij jou, een gevoel van tevredenheid, contentement. Wanneer je er klaar voor bent, dan mag je gerust je ogen heel langzaam, mag je die terug openen. Zo, dat was het voor vanavond. Ik wens jullie allemaal een mooie tijd nog en we zien elkaar volgende week terug. Tot dan, dag.